Goedemorgen iedereen en welkom bij Vlogmas dag 8! Goedemorgen iedereen. Normaal gezien is Muffin de vlog al begonnen. Die wou dat keigraag doen. Dus ik zei, oké, Muffin, doe het maar vandaag. Ik ben zo moe. Ik heb zo slecht geslapen. Ik ben pas om 4 uur in slaap gevallen. Ik weet niet hoe het kwam. Maar ik was echt klaar wakker. En 4 uur heb ik de laatste keer op de klok gekeken. En dan heb ik zo'n... 8e pijnstiller met slaapmiddel genomen van wat ik van Amerika had. En toen ben ik eindelijk in slaap gevallen. Nu ga ik heel even nog in bed werken. Nog wat nieuwe collectie online zetten samen met Celine via SMS. En dan ga ik opstaan. Ik ga deze keer eens beginnen met mijn adventkalenders open te doen. Het is 8, de 8e, ja. Oké, de IKEA kalender. Een wit pralineke. Kei lekker. Dan de Primark. Sorry, ik ga dit met mijn mond vol doen. Oké, in de kalender van de Primark zit een zilverachtige eye dust. Maar ik krijg het er weer niet uit. Dus ik ga het erin laten zitten. Dan de Body Shop. Ah, een strawberry shower gel. Dan is het weer tijd voor de katjeskalender. Deze. Kom, katjes. Joe. Kom maar. Kom. We zijn hier. Kom. Oeh, snoepjes. Je wil nog snoepjes. Ik ga heel snel naar de winkel, want ik besef mij dat er niks is om te eten. Ik wil thans de legging niet uitdoen, want ik ga de hele dag thuis werken. Dus dat wil zeggen chill kleren. Maar ja, ik kan moeilijk naar de winkel gaan. In deze Mickey Mouse legging, de trui ga ik wel aan. Oh, ik ga gewoon snel een broek aandoen. Broek aan. En ik ga geen make-up opdoen. Want ik heb hier weer zo'n paar puistjes. Maar ik denk dat ik mijn regels ga krijgen. Dus daarom waarschijnlijk hormonaal. Ik ga zo naar de winkel. Oké, Marina. But I don't give a... Ik ben terug van de winkel. Ik heb 2 sojarooms meegebracht. Ik heb 2 koolrabi's. Dat is zo lekker. Dat ga ik maken, denk ik, straks met de sojaroom. Dan heb ik 1, wat is dit? Hey, zelder. Zelder zeker. Ik denk zelder. Voor in de soep. Want ik ga... Ai. Ik ga courgette soep maken. Yummy. Het is ondertussen al avond. Sky donker. Ja, melk.
What's up? What's up? Wat wilt je? Je zo scheeltje. Mijn babytje. Ik heb heel dag nog gewerkt. Nu ben ik echt de naam kwijt. Koolrabi gemaakt en witte saus. Allee, sojasaus. Ja. Wat is er? Nu heb ik haar in mijn gezicht. Het smaakt toch wel best. Oké, precies. En nu ga ik een kerstfilm opzetten. Eten. Daarna ga ik denk ik in bad. Hoe gezellig is het hier trouwens nu? De kerstboom en de kaarsjes. Oh, ik vind het zo gezellig. Dit wordt mijn stek voor de avond. Ik ben mijn badje aan het laten vollopen. En ik heb ook mijn theetje. En ik ga dit in mijn bad doen. Dit is van Bruno Vasari. En dat zijn zo bad zoutkristallen. En dan zou je bad naar wijn en naar wijn ruiken en er als wijn uitzien. Dus ik ben heel benieuwd. In de winkel zag het er echt heel goed uit. Dus ik heb hier ook heel veel goede dingen over gelezen. Dus let's see. Hè. En ik dacht dat ik even een kleine skincare routine zou doen voor jullie. Omdat ik daar nogal veel vragen over krijg. Altijd als ik uit bad kom, neem ik eerst de Gizou Honey Infused Hair Oil. Die is van Negen Mirchali. Allee, niet van, maar ja, jawel. Zij heeft op de markt gebracht eigenlijk. En ik gebruik dat altijd in de eindjes van mijn haar. Dat is wel best heel goed verzorgend. Dat is ook heel goed voor extensions trouwens. Oké, eerste wat ik doe is mijn gezicht wassen. Normaal gezien, als ik make-up af heb gehad, haal ik mijn make-up eraf met de Ikari Pure One Soft Cleansing Lotion. Ziet er zo uit. En dan gebruik ik mijn Clarisonic met de Kiehl's. Ik ga het licht een beetje minder zetten. Dan zien jullie het misschien beter. De Kiehl's Cucumber Herbal Conditioning Cleanser. Dus ik maak mijn Clarisonic nat. Oké, dan doe ik er dit op. En dan, ja, mijn gezicht wassen. Oké, dan gezicht wassen. Oké, als mijn gezicht helemaal clean is, dan gebruik ik de Hydro Plump van Kiehl's. Dat is deze. Zo doe ik twee pompjes in mijn hand.
Dat is eigenlijk een serum voor extra vocht in te brengen. Ik probeer dat niet te veel op mijn voorhoofd te gebruiken. Een klein beetje, maar meer vanaf ja, hier. En dan een klein beetje mijn nek. Want mijn voorhoofd is al redelijk vettig. Dus als ik dan nog eens extra hydrateer, dan ja, word ik daar nog glimmender. Dan, next up is oogcrème. Ik gebruik Bruno Vasari Lab Division Peptide Eye Contouring Gel Cream. Dus deze. Deze gebruik ik nog niet zo heel lang. Ik denk nu 3 weken of zo. Maar is wel echt goed. En zeer refreshing under my eyes. En goed zo voor donkere ringen. Ik doe ook altijd een klein beetje boven mijn oog, zo hier. Maar niet echt tegen de wimpers aan. Oké, next up gebruik ik iGlow Long Lashes Serum. Dit heb ik al eens laten zien op mijn Instagram, dat ik dat ging uittesten. Dat is dus om de, uw lashes harder te laten groeien. Ik gebruikte vroeger altijd Revita Lash, deze. En dat werkte in het begin heel goed, maar na een tijd zag je geen verschil meer. Dus nu gaan we deze eens uittesten. Ik zal binnenkort een update doen, want dat heeft wel even tijd nodig. Eer dat je er echt resultaat van ziet. Ik zie wel dat mijn wimpers veel dikker zijn al. En steviger. Dus dat is wel goed. Oké, en dan als laatste gebruik ik de Bruno Vasari Lab Division Power C Peptide Cream. En dat is een collagen booster. Hier, er komt redelijk veel uit. Maar met een klein pompje heb je wel echt genoeg. En deze ruikt zo lekker. Die ruikt echt super goed. En die gebruik ik ook altijd een beetje mijn nek. Omdat we willen hier geen rimpels laten. Dus, en als ik echt een avond all the way ga en extra hydratatie nodig heb, gebruik ik Kiehl's Ultra Facial Overnight Hydrating Mask. En dat is deze. Maar vanavond ga ik dat niet doen. Mijn huid ziet er redelijk goed uit. Met een paar puistjes hier. Maar voor de rest ziet mijn huid er wel best oké uit voor mijn doen. Dus dit is hoe mijn huid eruit ziet. Ik weet niet of het scherp genoeg is. Maar je ziet hier een puistje en dan hier een mini puistje. Maar voor de rest, keigoed. Oké, dat was dus mijn skincare routine 's avonds. Als jullie dat leuk vinden, doe zeker thumbs up. Ik ga hier ook de vlog afsluiten, want ik ga mijn bed in kruipen. Vandaag was niet zo'n super speciale dag voor te vloggen. Maar ja, moet ook werken natuurlijk, dat moet ook gebeuren. En de volgende dagen worden wel terug toffer om te filmen. Want dit weekend hebben we de closet sale morgen, dus jullie zien dat... denk maandagavond in de vlog. In Vlogmas. Ja. Dus kei spannend. Woehoe. Slaap wel iedereen. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Doe ook thumbs up als jullie de video leuk vonden. En ik zie jullie morgen weer. I love you guys.